Ik ben in een bos. Ik ben naar een bos gegaan omdat ik wil nadenken. En om mijn gedachten op te nemen. Ik loop hier rond met een recorder. En mijn koptelefoon op. Waardoor ik de vogel hierboven scherp hoor. Ik probeer vrij na te denken. Dus ik probeer improviserend te praten en te formuleren. En dat is niet... Dus het is niet dat ik het bos in ben gegaan en me helemaal leeg gemaakt. Ik heb een duidelijk doel voor ogen. Daar probeer ik naartoe te gaan, zo snel mogelijk eigenlijk. Dus ik beweeg in concentrische cirkels. Dus ik benoem eerst wat ik zie en hoor, maar eigenlijk ben ik op zoek naar iets. Ik duik naar een heel specifiek doel. En dat doel is een gedachte of een openbaring die ik had 3 dagen geleden. En die probeer ik te reconstrueren. En die ervaring... misschien moet ik daar eerst iets over vertellen. Want als het gaat over vrij denken of geestverruiming of progressief denken en wat het voor mij betekent. Bij mij gaat het zo dat ik een dichte mist ervaar of een soep of een blur of een ruis. En ik heb wel herinneringen van heldere momenten. En dat zijn een soort lichtjes in de verte. Of als je naar boven kijkt in een sterrennacht. De doffe sterren in een vervuilde stad. En dat is hoe ik helderheid ervaar. En helderheid, de ruimdenkendheid, het voortschrijdend inzicht, progressie vindt bij mij plaats in uitbarstingen. Die uitbarstingen, dat zijn momenten van diep inzicht. Die momenten van diep inzicht, die ervaar ik plotseling en vanwege een hele specifieke samenkomst van dingen. Ik beleef die momenten altijd heel intens, omdat ik al mijn hele leven creatieve arbeid verricht, ben ik inmiddels geconditioneerd om meteen op te springen en dat moment vol te beleven als iets intens, als een orgasme van het denken. En wat dan gebeurt is dat ik een verscherpte perceptie krijg, een hele sterke perceptie van de realiteit, van het hier en nu en van dat exacte moment. En die perceptie is voor mij zo scherp en zo helder dat de tijd verdwijnt, een ruimte verdwijnt. En ergens ben ik in paniek omdat ik denk, dit moment moet ik vangen. Dus ik zoek een opschrijfboekje of ik zoek een pen en papier of een laptop. Ik zoek iets van middelen. Ik zoek iets om het te vangen. Als een vlindervanger met een vlindernetje, zo stel ik me voor, een vlinder ziet en wil vangen. Of een vogelspotter, een zeldzame vogelspot en die vogel wil vangen. Of ja, je kunt zo nog wat van die metaforen bedenken. Maar in ieder geval, het vangen. Ik moet dit vangen. Dat is mijn natuurlijke impuls. En ik ben inmiddels zo ver om te weten dat wat ik ook probeer, als ik naar een schrift ren om het op te schrijven, of als ik naar een laptop ren om het te typen, dan mis ik hem. Dan gaat het mis. Dan verstoor ik het inzicht. Ik weet niet waar dat het komt. Ik heb heel lang gedacht dat het komt omdat ik geen goede schrijver ben. Omdat ik niet goed genoeg kan schrijven. En dat ik niet, laten we zeggen, een Primo Levi ben. Die op een hele lucide, transparante manier, zonder zichzelf daarin al te veel mee te nemen, dat goed op te schrijven. Ik heb heel lang gedacht, ik kan het niet. Ik kan het niet vangen, want ik ben niet goed genoeg in scherp schrijven. Want als ik het op papier zet, dan faalt dat. Dus ik ben geen goede schrijver, ik kan het niet. Ik kan het niet op papier. Later, toen ik veel beter werd in werken op een laptop. Eerst dacht ik nog dat het kwam omdat ik een technische achterstand had. Omdat ik heel laat ben met computers. Omdat ik arm was als student. Echt ongelooflijk arm was als student. Dus ik gaf ook mijn opvoeding en mijn achtergrond en mijn situatie. Mijn sociaal, cultureel, maatschappelijke situatie de schuld. Mijn verlegenheid gaf ik de schuld. En mijn gebrek aan assertiviteit en mijn passiviteit daarin gaf ik de schuld. Eerst gaf ik mijn technologische achterstand de schuld. En dacht ik van ja, ik heb tot mijn 24ste geen computer thuis gehad. Dus ik heb altijd met de hand geschreven. Dat werkt heel goed voor dichten en voor liedteksten. Maar niet voor andere dingen. Niet voor het vangen van je gedachten. Want dat gaat veel te snel. Maar toen ik veel beter werd in het besturen van laptops, kwam ik erachter dat het daar niet aan lag. Want hoe snel ik ook werd, en ik werd 10, 20 keer zo snel. Ik kan nu bijna niet meer met de hand schrijven, omdat ik veel sneller ben met een laptop. Maar hoe snel ik ook ben geworden, ik kan nog steeds mijn gedachten niet bijhouden en mijn inzicht niet bijhouden. En wat ik ook heb geprobeerd, om in een veel vrijere vorm te typen. Ik heb geprobeerd om elk Word-bestand als een totaal experimenteel kladveld te gebruiken. Ik heb geprobeerd om post-its op mijn computer te gebruiken. Ik heb geprobeerd om in allerlei tekstbestanden die mij niet deden denken aan klassieke opmaak te werken. Ik heb geprobeerd om met steekwoorden te werken. Maar geen enkele poging stelde mij in staat om daadwerkelijk die momenten van verfijnd en diep inzicht, die momenten die van totale openheid, dat driedimensionale van zo'n moment, die verstilling en die verscherping, en dat je bijna elk deeltje in de lucht ziet dwarrelen en ziet oplichten. En dat je dan denkt, wauw, dit is het. Dit moet ik vangen. Wat ik ook heb geprobeerd, het is me nooit gelukt om op papier te vangen wat ik in zo'n moment kon zien. En een halve dag later, of een half uur later, is het altijd weg. Is het altijd weer meer die soep, of die ruis, of die blur. En ik heb nooit een manier gevonden om die snelheid te vinden om zo'n moment, zo'n verstilling, zo'n verrijking, zo'n diep. Ik probeerde het om het woord heilig heen te bewegen, maar misschien zou je dat dan toch zo mogen noemen. Heilig moment van inzicht. Nog later in mijn persoonlijke ontwikkeling heb ik geconcludeerd dat het misschien zo is dat het een beperking is van het woord op papier. Want het woord op papier heeft een soort van hele gekke beperking. Als je heel eerlijk bent. Als je heel eerlijk gaat nadenken over wat alle schrijvers ter wereld hebben geprobeerd met een geschreven vorm. Met zo'n begin en zo'n eind en zo'n kaft en pagina's. Iedereen moet weten dat je longread op internet, dat niet lekker leest. Dat je niet lekker omslaat. Dat je er niet lekker doorheen gaat. Als je 20, 40, 80 pagina's tekst op een computer is onuitstaanbaar. En dus moet je weer terug naar het boek. En die pagina's en dat ritme van dat omslaan. Omdat dat je, ja, om dezelfde reden dat je waarschijnlijk ook niet lekker ontspannen loopt in een woestijn. En meer grip hebt in zo'n bos. Met aanknopingspunten en steeds veranderende omgevingen en situaties. Dus er zit een hele gekke beperking aan schrijven. Dat is althans mijn hypothese nu. En dat is wat ik probeer te doorbreken. Door het gesproken woord van het papier te bevrijden en naar het bos te brengen in een audiovorm. En ik kan hier natuurlijk alles mee doen. Ik kan dit transcriberen en door ChatGPT halen en naar het Engels vertalen en opnieuw inspreken. En daar plaatjes onder zetten en dat uitzenden op YouTube. En daar kunnen dan mensen weer op reageren en die zitten weer vast aan die geschreven taal. En zo kan dat weer een soort van rondpompen. En ik probeer deze vorm te gebruiken omdat ik ergens wil afdalen of ergens wil verdwalen in mijn hoofd, in mijn gedachten. En in die afdaling, wat altijd voelt als Alice in Wonderland, wat toch gewoon een van de belangrijkste allegorieën is van onze westerse cultuur. Die poging om een trip, een LSD-trip of een pallo-trip te vangen in literatuur. En zo'n afdaling, dat is wat ik voor ogen heb hier in het bos. Omdat ik denk dat door even helemaal af te dalen, helemaal in de kelder, helemaal in het diepe te komen van mijn onderbewuste, wat dat me misschien beter in staat stelt dan op papier, om dichterbij zo'n moment van inzicht te komen. En dus ben ik hier vandaag in het bos, omdat ik probeer om die herinnering van 3 dagen geleden terug te halen en te proberen om die over te brengen, om die te laten zien. Om die over te brengen op anderen, op derden, op de luisteraar, op jou, op degene die dit wil horen. Dus ik moet terug naar het moment. Wat gebeurde er in het moment van diep inzicht? Dus allereerst moet ik reconstrueren wat de situatie was. Wat gebeurde er afgelopen zondag? Op die helderblauwe zondagmiddag, begin oktober. Dus wat was de situatie? Ik was alleen thuis. De tweeling was bij de ouders van mijn geliefde, Lara. Mijn oudste zoon was bij mijn moeder. En haar vriend. En mijn geliefde, Lara, was in New York voor haar nieuwe kunstproject. En dit was het allereerste moment, dit weekend, 2 dagen lang, 3 dagen lang, dat ik helemaal, dat ik de mogelijkheid had om helemaal alleen mijn tijd in te delen. Ik had een vrij weekend en ik was een computerspelletje aan het spelen. En dat computerspelletje, dat stond al heel lang op mijn radar. Maar het was er nooit voor gekomen om het te doen. Totdat ik van de week een video-essay zag met als titel Waarom niemand dit meesterwerk zal spelen. Wat een provocatieve titel is. En de bedoeling van het filmpje was ook volgens mij om mensen aan te moedigen om het een kans te geven. En omdat ik dit weekend helemaal alleen was, dacht ik van, nou, het moet er maar eens van komen. Dit is het moment dat ik dan eindelijk na 6 jaar dit ga oppakken. Want ik wil weten wat het is. En het gaat om, als ik het goed uitspreek, het gaat om het spel NieR Automata. Ik weet niet of ik dit goed uitspreek. Het is een Japanse titel. De maker van het spel, de bedenker, is een groot natuurtalent als het gaat om storytelling. Om het vertellen van verhalen. En zijn spel, NieR Automata, wordt gezien als een van de allerbelangrijkste spellen van deze generatie. Vanwege het verhaal. En vanwege heel veel dingen. Ook vanwege de totaal experimentele, artistieke benadering van een soort postmoderne benadering van wat computerspelletjes zijn. Een kunstvorm en niet een manier om snel geld te verdienen. Als je de titel intoetst op het internet, zie je tientallen, zo niet honderden video's met allemaal min of meer variaties van deze titel. Van waarom het verhaal zo geniaal is, waarom dit een van de briljantste verhalen is, waarom dit een van de briljantste spelletjes is van deze generatie. Een beetje wat The Wire 20 jaar geleden was op het gebied van innovatie als het gaat om series en film en cinema. De jongen in deze video betoogt ook dat juist videogames, computerspelletjes, als je het in deze vorm aanpakt, nog meer dan andere vormen in staat zijn om een soort audiovisueel totaal pakket te geven en je het in beweging te brengen op een manier waar geen enkel ander medium op dit moment toe in staat is. Dus we hebben te maken met een van de belangrijkste spelletjes van deze generatie. Of dus meteen dus ook van alle tijden. Want het is een heel jong, relatief jong medium. Het eerste computerspelletje komt uit de jaren 80. Poëzie gaat duizenden jaren terug. Het toneel gaat duizenden jaren terug. Maar computerspelletjes bestaan misschien 40 jaar. Het is een nieuwe vorm. En deze essayist betoogde in zijn video-essay dat deze kunstvorm meer in staat is, meer dan elke andere vorm, om je echt in beroering, in beweging te brengen. En ik wilde weten wat dat was, en of dat waar was, en of dat mij ook in beweging kon brengen. En hier loop ik het risico om een heel groot deel van de luisteraars te verliezen of af te schrikken, voor zover er al luisteraars zijn overgebleven. Dus als er een groep van 12 mensen is die nog meeloopt door het bos, dan zou ik me niet verbazen als ik over 10 minuten omkijk en het er nog maar 4 zijn. Want ik ga nu een poging doen om in essentie te vangen waar het verhaal over gaat en waarom het zo briljant is. Want dat is iets waar ik inmiddels zelf ook van overtuigd ben geraakt. Dus ik ga nu proberen te vertellen waarom het verhaal van dit spel, gemaakt door dit genie op het gebied van storytelling, waarom dit zo bijzonder is en universeel en waarom het zoveel harten raakt. En waarom er iedereen die het ervaren heeft, lyrisch heeft gemaakt. En waarom het een heel subgenre heeft doen ontspruiten van hartstochtelijke pleitbezorgers van deze titel, van dit spel. Want het verhaal speelt zich af, zeg ik nu uit mijn hoofd, 11.000 jaar in de toekomst. Of tussen de 10 en 11.000 jaar in de toekomst. Als het spel begint, krijgen we te weten dat de mensheid inmiddels is verdreven van de aarde. De mensheid is gevlucht en naar een tijdelijke bestemming op de maan. En op de aarde is inmiddels een proxyoorlog gaande. En de proxyoorlog is een oorlog tussen de robots en de androids. Dit klinkt, als ik het zo zeg, misschien iets wat hoogdravend of bespottelijk of iets daartussen. Dus ik moet hier aan toevoegen dat dit alles, dit exposé is in het spel heel geloofwaardig overgebracht. Dus wat is de situatie? Je hebt een alien ras of een alien beschaving. En die alien beschaving is naar de aarde gekomen en heeft daar, is daar het conflict aangegaan met de mensen op aarde. En dat conflict, dus die alien beschaving heeft daarvoor machines en robots ingezet om de mensheid te verdrijven. Iets wat overigens in verschillende science fiction films een thema is. The Matrix is eigenlijk ook een strijd tussen mensen en robots. De mensheid is gevlucht en probeert vanuit de maan weerstand te bieden. En dat doet de mensheid door gebruik te maken van op mens gelijkende robots. Dus dat zijn die androids. En dus een android is ook een robot, maar een robot is nog geen android. En het verschil tussen een robot en een android is dat een android dus op mensen lijkt, qua uiterlijk, en dat een robot allerlei vormen kan aannemen. Het spel wordt verteld vanuit het perspectief van een android, genaamd B2. En B2 heeft als taak om namens een team van androids onder de naam NieR naar de aarde te gaan en weerstand te bieden tegen de robots. En ze wordt bijgestaan door een 9S. Dat is een jonge man. En wat het spel zo ongelooflijk bijzonder maakt, is dat alle verhalen vanaf dit punt gaan over wat het is om te leven en wat het is om bewust te zijn en wat het is om bewustzijn te hebben over het ik en wie ik ben. En in die frictie tussen die strijdende partijen, het alienras wat niet meer in beeld is, en de mensheid die ook buiten beeld blijven. En dan die proxystrijd tussen die androids en de robots. Dus ingezoomd op die omzwervingen van één android en haar ontmoeting met al die robots. Dan zien we eigenlijk een soort lappendeken van verhalen ontstaan. In haar zoektocht in deze roleplaying game zien we een lappendeken van verhalen ontstaan die allemaal draaien om het al dan niet hebben van bewustzijn van robots en of dat überhaupt kan. En het krijgen van gevoelens en emoties. En dus een steeds menselijkere vorm aannemen van die robots en ook die androids. En dat wordt gebracht met een onbeschrijfelijke subtiliteit. Dus allerlei hele kleine details geven je het gevoel dat wat begint met koude staccato communicatie van androids onderling over het opblazen en neerhalen van robots. Hoe dat langzaam verandert in een... Hoe hoe daar langzaam menselijke emoties in sluipen en menselijke eigenschappen. Zoals trouw en loyaliteit en wraak en verdriet en gemis en schaamte. En dus allereerst gaat het over de bespiegelingen van de androids, over die robots. En er worden meteen observaties gedaan waarbij ze zeggen van, ze vinden dan een groep robots en één robot heeft een kindje in een wiegje en twee andere robots zijn elkaar aan het neuken. En dan vragen de androids vragen zich af van, hey, zijn deze robots nou het leven van mensen aan het imiteren? Of zouden ze dit echt aan het doen zijn? En op die manier zitten er allerlei verhaaltjes in. Er is ook bijvoorbeeld een autonoom koninkrijk gesticht door robots. Er zijn een aantal robots ontspoord en autonoom geworden. En één groep robots zijn pacifist geworden en proberen vrede te stichten met de androids. Maar een andere groep heeft een koninkrijk gesticht. In dit verhaal zien we eigenlijk dat degene die het koninkrijk gesticht heeft die sterft. Dat kun je eigenlijk niet zeggen van een robot, maar in ieder geval die gaat stuk. En dus dat ervaren die robots als het overlijden van de koning. En dus gaan ze een nieuw kind tot koning maken. Helemaal in de geest van hoe mensen dat doen. En hoe die overlevering is gegaan. Hoe eigenlijk die robots die data hebben geïnterpreteerd van de mensheid. Die data heeft achtergelaten. En tegen de tijd dat de protagonisten van dit verhaal in dit koninkrijk komen en uiteindelijk die koning vinden, dat kind in dat wiegje, kom je erachter dat dat kind eigenlijk al 300, 400, 500 jaar in dat wiegje heeft gelegen. Dat die robots eigenlijk doorkrijgen van, hé, maar dit kind groeit helemaal niet. En dus dan zie je dat ze wel nadoen wat die cultuur is, maar niet, ze hebben niet reproductieorganen zoals de mensen. En ze kunnen niet een kind laten geboren worden en dat helemaal doen volgens exact datzelfde procedé. Dus het blijven robots. En dit is even één simpel voorbeeldje van hoe dit spel voortdurend dus speelt met wat is en wat kan en wat niet kan en wat mogelijk is. En dat is waarin dit spel zo ongelooflijk ruimdenkend en open-minded is in hoe er wordt gespeeld met die filosofische begrippen van wat het leven is en wat de dood is en wat het is om bewustzijn te hebben. Door die filosofische vragen te transponeren naar een universum met cyborgs en robots, zijn de makers hier in staat om op een heel diep level die ultieme levensvragen te verkennen op een weer heel nieuwe manier en met een hele nieuwe frisse dimensie. Er zijn tientallen, zo niet honderden kleine voorbeeldjes in het hele spel van dit soort kwesties, van dit soort vragen, van dit soort dilemma's, van dit soort problemen van robots die bewustzijn krijgen en wat dat betekent en of dat kan en of het überhaupt waar is of dat niet waar is en of dat de perceptie is of wat dan bewustzijn is. En ook van de androids, of ze daadwerkelijk gevoelens krijgen of dat ook die reenactment is van die menselijke soort waarnaar zij zijn gemaakt en waar al die vragen worden verkend. Dus ik denk dat ik nu het exposé heb gegeven van de context waarbinnen mijn inzicht plaatsvond. Ik was het spel aan het spelen en ik was dagenlang in een sfeer van filosofisch inzicht over het leven en wat het leven is en wat het betekent om mens te zijn of te leven. Verkend vanuit het perspectief van robots en androids en hoe die daarmee omgaan. Verteld vanuit een Japanse verhalencultuur met een indringende soundtrack en verhalencultuur en een manier van storytelling die zo verfijnd is dat je de hele tijd niet in het rationele blijft, maar heel erg in je emotie en je gevoel terechtkomt over al die onderwerpen. En heel erg in je onderbewuste terechtkomt over al die onderwerpen en echt gaat voelen. sfeer was ik op zondagochtend alleen thuis het spel aan het spelen en ik kwam in een hoofdstuk terecht waarbij een gigantisch pretpark was gebouwd door een robotafsplitsing. En in dat park is een enorme grote operazangeres, een robotvrouw. En in de eerste playthrough heb je niet veel achtergrondinformatie, maar het is de bedoeling, het spel is zo ingericht dat je er minimaal 3 keer doorheen moet. En elke keer krijg je een nieuw of een vernieuwd of een ander perspectief op hetzelfde. En deze operazangeres is een soort horrorverschijning. En die horrorverschijning dien je te verslaan. En om haar heen is een enorme grote delegatie van gekruisigde androids. Die allemaal ook horrorachtig kijken. Alsof het leven helemaal uit ze is weggetrokken. Terwijl ze wel nog levend zijn. Een soort zombies. En zij lijkt die ook te besturen. En zodra je deze operazangeres heeft verslagen in het spel. Op dat moment wordt het spel stilgezet. Er klinkt muziek en er komt een verhaal. En dat verhaal is het verhaal van deze operazangeres. Het achtergrondverhaal. Het gaat om dit verhaal. Look at me. Oh, please look at me. I want your eyes to look upon me alone. Have I not become beautiful? Do these clothes make me look cute? Would he like it if I walked like this? I still don't understand what it means to love someone. But I've made up my mind. I will do whatever it takes to capture his affection. Long ago, an old machine life form told me something. Beauty is what wins love. But what is beauty? After researching the old world, I finally learned the truth. Beauty is pretty skin. Beauty is stylish accessories. Beauty is looking one's best. I will become beautiful. I will do it for him. I once heard tell of a precious jewel far to the east. It was said to be located on a terribly dangerous mountain. But I did not care. I slipped on cliffs. I fell onto rocks. But eventually I claimed the jewel. Blue stone. Brilliant blue. So beautiful. I lost many parts obtaining this jewel. I lost myself. But my wounds are badges. There's a rumor floating among the other machine life forms lately. Devour the body of an android to gain eternal beauty. Such nonsense. It is physically impossible to obtain beauty by consuming an android. But I tried anyway. I would try anything. I wanted to vomit. But I kept going. It tasted like oil. Not a moment passed where I didn't strive to become more beautiful. But he still won't look my way. I even tried to learn what is called a song. Songs can make someone have feelings for you. That's what they say. So I practiced every day, but he still won't look my way. I ate more androids. I even ate machine life forms, but he still won't look my way. He 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 won't look my way. Won't look my way, 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 won't look my way. He still won't look my way. That's when I realized he cares not for jewels, or songs, or beauty, or appearance, or anything else. I cannot win his love. Why have I done this to myself? Meaningless, meaningless, meaningless. I gaze into the mirror. In its reflection, I see only my own meaninglessness, and so I scream. So, what is it? That machine had some pretty weird things to say, huh? It's almost like it had actual emotion. The machines don't have feelings. You said that yourself. Yeah, I guess. Iets het verhaal raakt mij heel diep. Omdat ik me realiseer op dezelfde manier als dat ik net zeg. Op dezelfde manier als het voorbeeld van de koning en het kind, het babytje wat niet groter wordt in 400-500 jaar. Dit verhaal is een tragisch verhaal over wat het is om mens te zijn. Een belangrijk aspect van wat het is om mens te zijn wordt hier uitgewerkt. Namelijk, wat betekent het om om verliefd te zijn op een ander of van iemand anders te houden? Of wat betekent het om om te verlangen dat iemand naar jou kijkt? Ieder mens moet vroeg of laat de harde les leren dat je niet kan afdwingen wie er naar jou kijkt of wie er om jou geeft. Dat is een spel dat uiteindelijk veel meer te maken heeft met Hoe dat tussen mensen werkt. Hoe daar iets van interactie of geven en nemen ontstaat. En jonge mannen ontdekken natuurlijk op jonge leeftijd voor het eerst, als ze verliefd worden, dat je kunt niet iemand uitkiezen en dan verliefd zijn en daar dwangmatig over nadenken. En dat dat op enige wijze ertoe gaat bijdragen dat die ander ook verliefd gaat worden op jou. Zo werkt het niet. En voor jonge vrouwen geldt ook andersom. Dat je kunt je heel erg mooi maken, maar dat is niet wat ertoe zal leiden dat de man die jij wil op jou afkomt. Er is iets anders en wat is dat dan? Dat is iets raadselachtigs wat inderdaad voor mensen geldt. En het is al helemaal de vraag of dit ooit iets kan zijn wat artificiële intelligentie of wat computertechnologie kan leren van mensen. Je kunt natuurlijk ervan uitgaan dat er is die wetmatigheid dat elke 2 jaar de rekenkracht van computers verdubbelt. En als je die curve uittekent, dan is het helemaal niet moeilijk om je een wereld voor te stellen over 10.000 jaar. Die lijkt op deze wereld of die lijkt op de wereld zoals bijvoorbeeld in science fiction films zoals The Matrix of Blade Runner is uitgewerkt. Dus die verhalencultuur, die ook in Japan dan heel sterk is, die verhalen verkent over aliens en robots en androids. Dat klinkt als iets wat heel erg ver weg is, wat heel erg buiten ons bereik ligt. Maar als je er echt over gaat nadenken, helemaal niet zo heel erg far-stretched is in de concrete of letterlijke zin van het woord. Je kunt je best voorstellen dat deze wereld en de computertechnologie zo snel doorontwikkelt dat er uiteindelijk een wereld bestaat waarin robots of androids kunnen wat in deze films of series of computerspelletjes wordt voorgesteld. En als dat echt bestaat, als je zo ver zou gaan dat je daadwerkelijk gelooft in wat er in die fictie wordt verteld, dan kun je inderdaad goed mee in dat uiterlijk vertoon van zo'n bijvoorbeeld operazanger robot. En dan is eigenlijk de menselijke fantasie, de sky is the limit van wat je maar kan verzinnen aan gekte en wat je aan werelden kan verzinnen. Maar de kernvraag blijft de kernvraag. Zal een robot of een android ooit in staat zijn om zo ver te gaan dat ze die menselijke eigenschappen daadwerkelijk ervaren en beleven en zijn? Of komt het niet zo ver en blijft het hangen in het maximale wat er voor robots of androids in zit? Wat ik het mooi vind aan dit verhaal van deze operazangeres is dat zij ook op een grens stuit van wat kan. Dus zij wil mooi zijn en daardoor de aandacht vangen van een andere robot. Maar dat is ten eerste iets menselijks, dus dat kan deze robot helemaal niet voor elkaar krijgen. En ten tweede kan die robot ook helemaal niet daadwerkelijk mooi worden. Dus de robot kan wel in die concepten denken, maar die zal nooit in staat zijn om voor elkaar te krijgen wat hij wil. En dat is ook de reden waarom het uiteindelijk zo'n soort van horrorwezen wordt, wat eigenlijk getormenteerd als een tragische figuur achter is gebleven in die wereld. Dus deze operazangeres is een ultiem voorbeeld van een tragisch personage in een dystopie die nooit zal kunnen krijgen wat hij wil. En misschien hooguit tot dit voortschrijdende inzicht kan komen. Dat er een maximale eindstand zit aan wat mogelijk is voor een robot. En ik was naar het filmpje aan het kijken en ik werd erdoor geraakt. En dat was niet in de minste plaats, omdat ik eerder die ochtend een ander filmpje zag, wat mij heel toevallig was opgestuurd door een vriend van mij. En dat filmpje was een interview van, als ik dat goed uitspreek, Peter Boghossian. Nee, hij staat op straat en is gespreksleider van een debat wat plaatsvindt tussen 3 mensen. En een van die 3 mensen is meteen het meest duidelijk in beeld. Dat is een man, een vader lijkt het, want hij heeft een bord omhangen waarin hij zijn zorgen uit over puberty blockers. En er staat zoiets als, even geparafraseerd, dat kinderen niet in staat zijn om consent te geven over puberteitsremmers. En dus dat is een beetje, je denkt ook meteen aan dat het zelf een vader is. En waarschijnlijk ook een vader die te maken heeft met een kind die van plan is om puberteitsremmers te gebruiken, of dat al doet. Omdat het een beetje doet denken aan die Fathers for Justice die in superheldenkostuums op daken staan om aandacht te vragen voor gescheiden ouderschap. Dus je ziet hier duidelijk het conflict vanuit het perspectief van een bezorgde vader. Of dat lijkt het. Naast hem staat, zo wordt voorgesteld, een wetenschapper, een bioloog. En aan de overzijde van dit debat staat een jonge jongen. Uit Spanje, geloof ik. Een Spaanse jongen, een universitair student. Waarom het zo'n filmpje zo wonderlijk is en waarom ik biologeerd bleef luisteren toen ik 's ochtends mijn ontbijt stond te maken. Waarom het filmpje me greep en waarom ik hem helemaal van begin tot einde uurlang heb afgekeken. Is omdat deze bioloog en deze bezorgde vader daadwerkelijk erin slagen in dat uur, of misschien is het iets korter, in die 3 kwartier, om tot me door te dringen. En met daadwerkelijk overtuigende, eenvoudige argumenten op de proppen te komen. Ze zijn in staat om heel exact antwoord te geven op vragen over dit onderwerp die in ieder geval ik zelf al heel lang heb en die heel moeilijk te adresseren zijn. En er zit een schijnbaar gemak in de manier waarop deze twee mannen, deze bioloog slash wetenschapper en deze bezorgde vader, de vragen van deze student adresseren. Well, I mean, at a fundamental level, can you speak to the biology of it? From a biological point of view, your sex is something that you're born with that lasts through your entire life, and there's 2 sexes. Oh, that's biologically wrong. Say that again. Can you come a little? That's biologically wrong. I disagree with that. They're intersex people. People who have a so-called intersex condition. Yes. This is defined by people who at birth appear sexually ambiguous in some way, or might appear as the opposite sex at birth. But the appearance of sexual ambiguity, this is not a third sex in and of itself. So the sexes, male and female, they're defined reproductively by the type of gamete, either sperm or ova, that an individual has the function to produce. So this isn't just humans, this is across all animals in nature. I have a question for you. What about chromosomes? You have hormones. There are many different, many types. How to differentiate sex? I have a question, if I may. Yeah. Could you please tell us one of these conditions that means somebody is a third sex? If somebody, for example, has only an X chromosome, has somebody who has, for example... So Turner syndrome has just a single X syndrome, right? X chromosome, right? That's true, yeah. So why don't we talk about Turner syndrome, because that's the people with one X chromosome. Yeah. There's a confusion with how sex is determined by chromosomes, with how sex is defined. Yeah. So in humans and other mammals, we have chromosomes that basically have genes that tell an embryo what sex it's going to develop into. So your chromosomes don't define your sex. Your sex is defined through your development, what you turned out at the outcome of development. Now, there's also downstream consequences of sex, which we can talk about, you know, the hormones that we have. You're producing testosterone from having testes, or estrogen if you have ovaries. But these are not how you define someone's sex. We don't look at someone and say, you have testosterone, that means you're male, because some females have high levels of testosterone. If you give a male high levels of estrogen, you know, it doesn't change their sex. These are downstream consequences that are caused by your sex. Yeah. But fundamentally, there's only 2 reproductive strategies in nature for reproduction. There's individuals that produce or have the function to produce sperm and ova, and those are what the 2 sexes are. There isn't a third reproductive strategy. Why do you think there are more than 2? Why do you think there are more than 2 sexes? Like, what is your evidence for that? For example, like I said, there are different types of chromosomes. There are different types of hormones. So what's determined sex? Those are either upstream causes of sex, or downstream. And there are also people who have different. For example, they have breasts, but they have only not the real penis, but there's something in between. There's, at least in Germany, there are more than 10,000 operations per year on children, little children. Well, let's talk about the condition. Who are operated into one or the other sex. We should define these terms. On this subject, though, it's very important to talk about the condition that you are mentioning, because intersex is not a condition. Intersex is an umbrella term for a variety of disorders of sexual development. There are several different individual disorders of sexual development. Persistent Müllerian duct syndrome, for example. We all start developing fallopian tubes and a uterus in our very early stages of our embryonic development. In males, we produce a hormone called anti-Müllerian hormone, which causes those ducts to dissolve and get absorbed by the body, and then our gonads develop naturally, and here we are, males. With these males, they don't produce that anti-Müllerian hormone. So they're born with a useless fallopian tubes, useless uterus, and sometimes their testes haven't dropped They might appear at birth to have a vagina, but everything's all internalized. They're fully male because they're going to produce testosterone. They're going to produce sperm. When they hit puberty, they're going to develop just like any other male, because ultimately it's our gametes that determine our sex. They just happen to have this useless structure because of a lack of a hormone that wasn't produced, but it doesn't mean they're female. So that's a condition where they are all male. With XXY, for example, this is another chromosomal abnormality. This is a condition called Klinefelter syndrome. They are all male. And when you talk to people with Klinefelter syndrome, some of whom I'm friends with because I've been doing this campaign for 4 years and I've met a lot of people, they hate being brought into this conversation to try to justify transitioning kids, because these are medical disorders and it's got nothing to do with this, and they're all still male or female. But I do understand that there's so much propaganda and lies out there. I understand why people like yourself think that there are more than two sexes. But if you're going to say there are more than two sexes, you should be able to name the condition of a third sex. It's not. I say it's not a condition. So name the third sex. It's not a disease. So there would have to be a third type of gamete. You know, either somewhere between sperm or ova. Yeah, that's what you would need for there to be a third sex. You don't need, well, no, you don't need to, you don't need to produce sperm to be identified as male. Yeah, it's not about the whether you can or cannot actively produce, it's whether you have the function to produce it. So if you have the primary sexual anatomy that produces those. So you can have a function without being functional. So if you think like, what is the function of a car? It's to take me from point A to point B. Your car can still break down, but it still has a function. It's still a car. It's not, doesn't cease to be a car because it's broken. So we can still identify based on the, you know, the type of gonadal tissue that an individual has. En hij zegt, oké, laten we definiëren wat een man en vrouw is. En de student is niet in staat om tot een zuivere of heldere definitie te komen. En hij verwerpt ook het hele idee van een heldere definitie. En de bioloog en de bezorgde vader doen wel een poging om tot een definitie te komen. De bioloog komt dan met de definitie. Je moet kijken naar of er zaadcellen of dat er eicellen worden geproduceerd. Waarop de student zegt, niet iedereen slaagt erin om zaadcellen of eicellen te produceren. Waarop de bioloog zegt van ja, luister, daar gaat het niet om. Het gaat erom of het lichaam er zo op is ingesteld dat het lichaam onder normale omstandigheden dat uiteindelijk kan produceren. Dus hij zegt ook, een kind produceert dat nog niet voor zijn puberteit. En iemand die, weet ik veel, gewond is geraakt of een ander defect heeft, produceert dat ook niet meer. Maar je kijkt naar het hele lichaam en de anatomie. En of als het lichaam daartoe in staat is om het te produceren, dan spreken we van een man. En zijn dat eicellen, dan spreken we van een vrouw. En een goed argument dat hij geeft is dat dit een definitie is die niet alleen voor mensen opgaat, maar voor het hele dierenrijk. En wat ook goed is aan dit argument, is dat hij zegt van ja, hoe weten we als we twee krokodillen zien of twee hele andere verschijningsvormen, waar niet heel makkelijk van gezegd kan worden, oh, lang haar of weet ik veel, behaarde borstkas of andere brede armen, groter. Variabelen, meer arbitraire variabelen die wat moeilijker te pinpointen zijn, borsten enzovoort. Hè? Nee, je kijkt naar bijvoorbeeld een krokodil en hoe kunnen we dan alsnog nog steeds vaststellen van nee, maar dit is een mannelijke variant, dit is een vrouwelijke variant en zo planten ze zich voort enzovoort. En dan zegt hij van ja, die definitie krijgen we helder zodra we dit als kader gebruiken. En wat mij betreft een naadloze definitie, veel, veel naadlozer dan het verhaal van de XX en XY-chromosomen. Nog steeds blijft de student daar sceptisch over. En dan wordt er wederom een argument van stal gehaald. Dan zegt de bioloog, we zijn al veel langer in staat om bepaalde dingen te concluderen die voor mannen zijn en dingen die voor vrouwen zijn. En hoe kan dat? Dat komt omdat we een begrip hebben van wat een man is en wat een vrouw is. En we hebben dat begrip vanwege hoe we dat definiëren. En hoe definiëren we dat? We definiëren dat op deze manier. Dus daar ontstaat ook een waterdicht argument, althans zonder tegenargumenten. En die komen dus ook niet van de student om mee te gaan in deze definitie. En dan ontstaat er ook verwarring of een discussie over waarom dit zo belangrijk is om dat zo nadrukkelijk op deze manier te definiëren. Dan komt er ook een heel interessant moment, want dan lijkt de student ja, uitgeluld. Want er is niet echt een spel tussen te krijgen. Of althans, hij heeft zelf wel het gevoel van de klok en de klepel, maar hij heeft zelf niet Hij heeft niet de onderzoeken paraat om te weerleggen. Hij komt nog met wat vage dingen als andere culturen die dat op een andere manier hebben gedefinieerd. Maar hij kan niet ter plekke die bronnen aanhalen en met die voorbeelden komen, dat de bioloog en de vader overtuigd raken. Dus je voelt dat hij ook wel voelt dat hij klem staat. En dan is zijn enige argument nog van ja, maar wie maakt het wat uit? Mij maakt het niet uit. Mij maakt het niet, ja, wat kan mij, weet je wel, dat is een soort van ultiem cultuurrelativistisch argument, waarbij hij stelt van ja, luister, het maakt me allemaal niet zoveel uit wat jullie zeggen. He would say, I don't care. I don't know, someone else wants to be called a woman if... Oh. But you know who does care? If that person wants to be called, I don't know, Maria. You know who does care though? It's not... Women care. En dit is de kern van mijn gedachteoefening vandaag. Dus daar wil ik even de tijd stilzetten en even terug naar het begin. Want waarom wil ik het hebben over deze casuïstiek en over dit moment van inzicht? Waarom zet ik hier de tijd stil op deze ochtend, op deze zondagochtend, waar ik zo op inzoom? Op het moment dat deze jonge student eigenlijk zegt van... Why bother? Waarom gaan we hier zo lang over muggen ziften? Op dat moment, vind ik, claimt hij de moral high ground. Op dat moment claimt hij een bepaalde morele superioriteit. En dit is wat ik zie als een kaping van progressief denken. Dit is het exacte moment waar ik op wil inzoomen. Want dit is de implicatie van de houding en lichaamstaal en woorden van deze student. De implicatie is, wat maakt het uit? Wat jullie doen is, jullie vernauwen het gesprek. Jullie vernauwen het denken. En ik ben zoveel verder. Ik heb een visioen van denkverruiming. En wat jullie proberen het plat te slaan in twee categorieën. Jullie proberen het klein te maken door... Jullie proberen het heel klein te maken door mij te vertellen hier, te propageren dat er... maar twee categorieën zijn, man en vrouw. Jullie maken iets star en klein en conservatief. En jullie houden vast aan het oude. Aan het oude wat we kennen. Maar ik weet niet waar, ik weet niet meer wanneer. En ik weet niet waar ik in de winden en de wateren en de wereld... de open-mindedness gecreëerd heb in mezelf om te denken... Het zit anders in elkaar, maar ergens heb ik nog wel een echo van een echo van een echo van een gevoel dat er veel meer is. En jullie proberen het nu te vernauwen. En ik kan niet uitleggen waarom, maar ik voel aan alles dat ik het veel beter zie. Omdat ik echt een ruimdenkende, progressieve geest heb en een open blik. Jullie niet, jullie hebben een nauwe blik. En dat is wat ik een klein beetje uit die houding van hem proef. Een soort minachting, een soort dédain voor deze... bezorgde bioloog en vader. En een vage klok- en klepelachtigheid over het bestaan van iets elders in de verte. Een vage schim van iets. Ongearticuleerd, wat in ieder geval ruimdenkender is dan dat deze twee starre, Norse, boze mannen tegenover mij suggereren. Met hun man en vrouw en daarmee basta. En dat wat me doet denken aan mannelijke agressie en koppigheid en het patriarchaat en hoe alles vastzit en alles verneukt is geraakt in deze wereld. Wat zo interessant is aan deze ontmoeting, deze houding, als ik naar die mannen kijk, als ik naar die jongen kijk, dan zie ik ergens dat het andersom is. En dat die heldere afbakening vanuit het midden naar alle kanten toe kan. En dat die jongen het juist probeert dicht te timmeren en dicht te houden. En zich af te sluiten voor nieuwe perspectieven en andere zienswijzen. En dat is de ultieme grap of tragedie van deze ontmoeting. Dat die mannelijke arrogantie die deze jonge student op die twee mannen projecteert, eigenlijk in hemzelf zit. En dan komen er voorbeelden van daadwerkelijke situaties, hoe... hele nare, duistere verkrachters, psychopaten en mensen die hele nare, concrete dingen hebben gedaan. Daarmee wegkomen op dit moment door in het veroordelingsproces in transitie te gaan en daarmee in vrouwengevangenissen worden geplaatst. Die bezorgde vader en die bioloog die proberen tot die jongen door te dringen en geven hem terug dat hij slachtoffer is van een ideologie. Dat dat de reden is dat hij denkt zoals hij denkt. Dus... waarom hij zo star is in het toelaten van deze waarheid. Dat er nu in naam van die ideologische manier van redeneren... op dit moment, as we speak, gruwelijke dingen gebeuren in de wereld. Jegens vrouwen. Terwijl hij daar als man nu een apologeet is van die horror die wordt aangedaan. Daar schrikt die jongen ook van. En die denkt dan van, ja shit, nu ben ik een apologeet. Nu ben ik... verkrachting van vrouwen aan het goed praten met ideologische mijmeringen zonder bewijs. Dus hij heeft wel door in welke hoek hij daar staat in het debat. En het enige wat hij dan nog daartegen inbrengt is... ja, maar wie zegt mij dat niet jullie ook? Dat jullie degene zijn van een ideologie. Waarop de vader zegt van... oké, prima. Ik heb ook een ideologie. Mijn ideologie is dat kinderen goed genoeg zijn. En dat ze mogen zijn wie ze willen zijn. Mijn ideologie is dat de mens in al zijn gebreken goed genoeg is. En dat je niet van geslacht hoeft te veranderen om nog gelukkiger te worden. Dat is mijn ideologie. En laat deze ideologieën maar in botsing komen. En dan zullen we wel zien wie voor welke ideologie kiest. Dat is een heel mooi en krachtig moment in de video. En op het moment dat zij deze dialoog hebben, deze twee standpunten, deze polemiek, op dat moment kan het niet anders dan dat je moet denken op de een of andere manier. En al die duizenden, tienduizenden, honderdduizenden, misschien wel inmiddels kinderen, tieners, twintigers, die al dan niet... door een ideologie, laten we dat in het midden houden, op dit moment inderdaad iets willen wat in zekere zin onmogelijk is. Want je kunt wel iets van je geslacht... Ja, er bestaan natuurlijk operaties die iets kunnen doen met je geslachtsorganen. Maar je kunt niet in alle complexiteit van een man een vrouw maken of van een vrouw een man maken. Je kunt niet dat hele systeem in een lichaam wat ervoor zorgt dat zodra er een baby geboren gaat worden en door een geboortekanaal heen gaat, dat bekken week wordt en wijd open gaat, zodat die baby eruit komt en die miljoenen jaren en evolutie die eraan is vooraf gegaan om die soort van high-tech mechanismen van het lichaam uit te voeren. Het vrouwelijke lichaam en het mannelijke lichaam zijn in essentie zo verschillend van elkaar. En je kunt wel aan de buitenkant iets doen. Hier een geslachtsdeel eraf halen en daar een geslachtsdeel aannaaien en dergelijke. Je kunt wel iets laten doen door de chirurgie aan je lichaam. En je kunt ook in culturele zin een leven opbouwen waardoor je gezien wordt door de samenleving als een vrouw of als een man of als non-binair of als een trans of als een intersexe of als een two-spirited of als wie dan ook. En je kunt wel heel de cultuur zo inrichten dat mensen zich in hun taal aan je aanpassen en je anders aanspreken en je veranderende lichaam respecteren voor wat die is. En dat kun je allemaal progressief noemen, omdat het heel ruimdenkend is. Maar oog in oog met die operazangeres in die game en haar achtergrondverhaal, in dat exacte moment, in het moment dat ik nu stil probeer te zetten, in dat exacte moment realiseerde ik mij dat het eigenlijk allemaal dit soort verhalen zijn. Dit soort verhalen, zoals dit verhaal van die operazangeres. En ineens kon ik het voor me zien hoe al die verhalen die nu spelen zullen moeten klinken over 5000 jaar. Als de verhalencultuur van nu is doorontwikkeld. En als we dan terugkijken en als daar de talenten van over 5000 jaar opnieuw gaan fantaseren met diezelfde open-mindedness die deze Japanse ontwikkelaar heeft toen hij dit spel ontwikkelde. En je gaat naar al deze verhalen kijken en dan kun je ze één voor één optekenen, zoals de tragische verhalen van de robots en de cyborgs van dit spel. Want dan zie je dat al deze jongens en meisjes en mannen en vrouwen in de verwarrende fase van hun leven allemaal stuk voor stuk ook, net als deze operazangeres, iets hebben gewild wat niet kan en wat onmogelijk is. Dus waar ik naartoe wil, denk ik, is dat wat ik daadwerkelijk versta onder progressiviteit, over een open manier van denken, is dat we een open manier van denken creëren over wat dit allemaal is, over wat hier allemaal gebeurt. Dat we het niet laten kapen door links of rechts, onder of boven. Dat we het niet laten kapen door mensen die het in een verhaaltje willen trekken van voorstanders en tegenstanders. Maar dat we het in termen leren begrijpen van de menselijke conditie en de menselijke tragedie. Dat het zo, ja, wat zegt het over deze tijd en hoe interessant is. Dus ik denk dat ik in het moment wat ik nu probeer stil te zetten, dus ik zat in die kamer en ik zag die scène van die operazangeres. En de scène was afgelopen en in één keer sloeg bij mij de bliksem in van het diepe inzicht, het moment dat ik stil probeer te zetten vandaag. En in dat moment zet ik dus het beeldscherm op pauze. Ik ben wat doeken aan het opvouwen van de baby's en ik ben wat aan het opruimen en ik voel het licht door de raam naar binnen komen en ik voel mijn perceptie. Ik merk aan alles dat er een soort tinteling in de lucht hangt. En dat heeft hiermee te maken dat ik op dat moment zie dat het daadwerkelijk open benaderen van al deze onderwerpen, dat je daar nog veel radicaler kan zijn dan we nu doen. En ik zat meteen te zoeken naar voorbeelden. En ik kwam eigenlijk alleen maar op een heel arbitrair, simpel voorbeeldje. Waarschijnlijk omdat het de afgelopen weken voorbij was gekomen. Maar ik moest denken aan toen ik voor het eerst begon uit te gaan als 15, 16, 17-jarige in het beklemmende, platte, platvloerse Eindhoven. Dat voor mij een totale openbaring, een totale cultuuromslag was. Een aardverschuiving. Ik die van nature binnen zit en wilde strip tekenen en computerspelletjes spelen en films kijken en thuis blijven. En dan de wereld buiten en het nachtleven en wat daar in één keer ontstaat. Maar ik had nog geen besef van wat uitgaan ook kan zijn. Als je het afzet tegen feesten in kelders in Berlijn die 3 dagen doorgaan met een soort technobeat. En die plaatsvinden in vervallen industriecomplexen. Of wat feest is voor mensen die naar het Burning Man festival zijn in de woestijn in Amerika. Of mensen die feest vieren zoals ik dat heb geleerd op de Gentse Feesten. Wat 10 dagen doorgaat, elke ochtend tot 10:00 's ochtends. En waarbij je hele ritme van dag en nacht totaal verstoord raakt. Of wat ik probeer te zeggen is dat op het moment dat je denkt ik ben vrij. Op het moment dat ik dan in Eindhoven, als 16, 17, 18-jarige op zo'n feestje sta en ik voel me vrij. Dan heb ik niet de perceptie van wat daadwerkelijke vrijheid is als ik het in een bredere context zie. En nu, met de kennis van nu, kan ik wel zien. Er is veel meer. Maar ik kan ook zien waarom ik toen al met iets kleiners genoegen nam. Omdat dat brokje vrijheid al voor iets stond wat voor mij belangrijk was. Ondanks dat mijn vrijheid veel onpeilbaarder en veel dieper had kunnen zijn of kan zijn. En als ik hieraan denk, dit is maar een heel simpel voorbeeld. Ik kan ook andere voorbeelden geven, maar ik hou het even hierbij. Want dit was het voorbeeld waar ik aan dacht in dat exacte moment. En ik probeer dat exacte moment terug te halen. En die student denkt natuurlijk dat hij progressief, dat hij ruimdenkend is. Doordat hij iets oppervlakkig zegt over er is veel meer, terwijl jullie denken er is minder. Terwijl zijn opvattingen helemaal niet wortelen in de tastbare, zintuiglijke realiteit zoals hij zich voordoet. Zoals hij hier in het bos zich voordoet. Als ik hier nu een boom aanraak, wat ik nu doe. Daar staat hij helemaal niet mee in contact. Dus hij staat helemaal niet. Hij zit eigenlijk in zijn denken nog op dat feestje in Eindhoven. Terwijl hij nog helemaal niet weet wat daadwerkelijk ruimdenkend nadenken is. En wat progressiviteit daadwerkelijk is. Op het moment dat ik in die kamer zit en het spel speel en het verhaal van de operazangeres zie en dat bij me binnenkomt en ik het spel op pauze zet en ik de kamer loop en een verscherpte perceptie heb van de werkelijkheid en de doek is daar op de vouw van de tweeling en er een denkproces wordt opgestart waarin alles wat ik hier opsom door mijn hoofd gejongleerd wordt en ik ook terugdenk heel sterk aan deze gekke ontmoeting op dit plein met Peter Boghossian en deze vader en deze bioloog en deze student. Terwijl ze het hebben over die thema's waar het veel over gaat nu. Seksen, gender, man, vrouw, interseksen, LGBTQ, ruimdenkendheid, progressiviteit tegenover conservatisme, starheid, links tegenover rechts, cultuurstrijd, culture wars. Op het moment dat ik die student zie en die uitstraling van die student koppel aan de moral high ground nemen, aan claimen van het progressieve denken. Op dat moment realiseer ik mij dat je veel meer, veel dieper kan, onpeilbaar dieper kan in wat daadwerkelijk progressief denken is over deze thema's. Zodra je dat gaat doen in termen zoals die worden uitgewerkt in dit computerspelletje over deze androids en over deze robots en over de dilemma's die deze androids en robots hebben zodra ze het onmogelijke willen, namelijk menselijk worden. En dat is hetzelfde als mannen en vrouwen die het onmogelijke willen, namelijk het andere geslacht worden. En het andere geslacht worden, zoals deze 3 mannen in dit filmpje, zoals deze hartstochtelijke betogers in het filmpje nadrukkelijk proberen uit te leggen en daadwerkelijk succesvol onderbouwen, dat naar het andere geslacht willen is op eenzelfde manier onmogelijk, zoals in het spelletje robots niet mensen kunnen worden en androids ook niet mensen kunnen worden. Ook al komen ze oneindig dichtbij in een wereld 10.000 jaar verder, 8.000 jaar verder en helemaal doorgeconceptualiseerd en doorontwikkeld. En hoe goed die robots en androids ook worden in het kopiëren van menselijk gedrag, ze zullen nooit die waterscheiding overbruggen. Ze zullen nooit naar de overkant van het water kunnen stappen. En datzelfde geldt voor mensen, voor mannen die vrouwen en vrouwen die mannen willen worden. Ze kunnen wel heel ver komen in een soort culturele acceptatie door die claim te leggen op dat progressieve denken, op die ruimdenkendheid van hun mensen, van hun soortgenoten, maar ze zullen nooit daar komen dat er daadwerkelijk een situatie is bereikt dat een man kan zeggen, ik ben nu een vrouw. Of een vrouw zal zeggen, ik ben nu een man. En er zit iets poëtisch en tragisch in die onmogelijkheid. En er zit ook iets poëtisch en tragisch in dat we een wereld hebben die zo ontzettend verfijnd en doorontwikkeld is geraakt, dat er langzaamaan vanuit de progressieve elite een consensus is dat het waardevol is om daarin het onmogelijke na te jagen. Net als dat je kunt ook niet voor altijd jong blijven. Je kunt ook niet de dood overkomen. En toch zijn dat dingen die onze wereld worden nagejaagd. Mensen die ouder worden en rijk zijn, zullen dingen inzetten om jong te blijven. En dat is een tragisch verhaal. En mensen die ouder worden en hun schoonheid verliezen en rijk zijn, zullen dingen inzetten om die schoonheid vast te houden. En dat is een tragisch verhaal. En op hetzelfde level zullen mensen die op wat voor manier dan ook worstelen met acceptatie of zelfacceptatie of acceptatie door de groep, het onmogelijke willen in het oversteken van iets wat niet over te steken is. En daadwerkelijke ruimdenkendheid hierover in artistieke zin is dit verkennen zoals dat gebeurt in zo'n spelletje zoals in deze game over androids en robots, wat een lappendeken is van kleine tragische miniatuurtjes van menselijk gedrag. Door dat te hervertellen vanuit het perspectief van robots en androids die daarmee worstelen. En het is bizar dat we nu in een wereld leven waarin entertainmentindustrieën onder druk worden gezet vanuit diezelfde claim van ruimdenkendheid. Om inclusiviteit na te jagen op het gebied van gender in diezelfde game-industrie of in de entertainmentindustrie in Hollywood, waar dan ook. En dat het daarmee dus eigenlijk helemaal wordt platgeslagen en wordt opgelegd, terwijl die abstrahering, door het te plaatsen heel ver in de toekomst en door het te laten plaatsvinden in een proxyoorlog tussen robots en androids, wordt de kijker, lezer, luisteraar veel beter in staat gesteld om op een veel dieper spiritueel level daadwerkelijk na te denken over wat het is om mens te zijn. En wat het betekent dat we in deze termen over menselijk gedrag nadenken. Ik denk dat het misschien wel beter is om het verhaal te vertellen door de ogen van robots en androids. Omdat dan het hele vraagstuk wordt omzeild. Of het mannen of vrouwen of alles ertussen is wie de hoofdrolspelers zijn van het verhaal. En omdat het kopieën of duplicaten of echo's of replica's of replikanten of verzinsels zijn van de menselijke soort, die ontsproten zijn uit de menselijke geest, dan ontstaat er een drosteneffect, waardoor je eigenlijk nog beter dan, als je daar direct over zou praten met een hoofdpersoon die dat zelf meemaakt, in staat bent door die verdubbeling over deze thema's na te denken. En dat inzicht zag ik even heel helder. En dat is wat ik vandaag probeer terug te halen, terwijl ik wandel door het bos.